VTM Nieuws met Danny Verstraeten. Een goede avond. Het is nu officieel bevestigd. Patrick Hamers is door een telefooncel in de cel beland. Zoals we trouwens zaterdag na zijn arrestatie al gemeld hadden. Hij bleek zijn telefoongesprekken naar België altijd vanuit dezelfde cel te voeren. En dat deed hem de das om. Hamers is vandaag verhoord door de Braziliaanse politie, bijgestaan door twee Belgische speurders. Eerder had hij al verklaard dat hij een van de ontvoerders is van VDB en dat hij gewapende overvallen gepleegd heeft in ons land. Naar Braziliaanse gewoonte mocht de pers met de drie arrestanten, Hamers, zijn vrouw Denise Tiak en Axel Zeijen, vrijuit praten. Een verrassend beeld. Het gevangen trio Patrick Hamers, zijn vrouw Denise Tiak en zijn compaan Axel Zeijen poseren uitgebreid voor de Braziliaanse pers. Ontspannen, lachend, sans gêne. Hamers zelf demonstreert zijn reputatie van knappe, pocherige lefgozer. Het wordt nog onwezenlijker als hij een heuse persconferentie weggeeft. Met genoegen beantwoordt Patrick Hamers de argeloze vragen van Braziliaanse journalisten. Qual foi a razão do sequestro? La razão de sequestro, dinero. Nenhuma conotação política? Ninguém. Nenhuma conotação política. Tem mais pessoas que fazem parte do seu grupo? Sim. Estão aqui no Brasil? Não, agora. Qual o grupo que vocês fazem parte? Não é implicado com ações terroristas? Não, eu não faço parte de nenhum grupo político, terrorista ou outro. Sou independente. E qual o objetivo do sequestro, então? Hã? Qual o objetivo do sequestro? Que é? Dinheiro. Ah, o dinheiro. Não tem nada a ver com política. Conta dinheiro ou conta o motivo? Vocês passam muita dificuldade na Bélgica? Hã? Vocês passavam muita dificuldade na Bélgica? Não entendi. Quantas pessoas são ao todo do grupo? Não pode falar dessa coisa. Quando vocês chegaram ao Brasil? Cheguei mais ou menos le 13 de agosto 87. Por que vocês escolheram o Brasil para vir? Hã? Por que vocês escolheram vir para o Brasil? Porque há muito tempo que me quero de conhecer o Brasil. Essa é uma boa ocasião. Vocês trouxeram todo o dinheiro para cá? Hã? Vocês trouxeram todo o dinheiro para cá? Não, não em caixa. Tem banco e outro lugar onde fica o dinheiro. Hamers zegt dus dat hij sinds 13 augustus 87 vooral in Brazilië zit. Dat is dus sinds zijn spectaculaire bevrijding uit een celwagen in Heverlee, Leuven. Geregeld kwam hij dan naar hier, onder meer voor bloedige overvallen en voor de ontvoering van VDB. Bij hun arrestatie waren Hamers en Zeijen in het bezit van vliegtuigtickets voor het traject Nice, Madrid, Rio en terug. Hamers gebruikte daarvoor de valse naam Alain Goffin. In Rio hebben de speurders overigens een heel arsenaal valse identiteitsbewijzen ontdekt. Van Hamers, zijn vrouw Denise Tiak en Axel Zeijen. Ze hadden foto's met allerlei vermommingen. De documenten werden vakkundig met stempels aangemaakt. De woordvoerder van de federale politie in Brazilië zegt dat de Leuvense BOB Patrick Hamers op het spoor is gekomen toen hij vanuit Rio telefoontjes deed met zijn familie in Brussel. Twee Leuvense BOB'ers hebben nu samen met hun Braziliaanse collega's dit trio gevat. Maar Hamers luitenant Philippe Lacroix en Mark van Dam, een piloot uit Grimbergen, zijn nog voortvluchtig. In Rio wordt ondertussen gezocht naar het losgeld dat voor de vrijlating van VDB is betaald. Daarbij is een huiszoeking verricht in de woonst van Hamers. Dat is een luxueuze villa in een bewaakt privédomein met een zwembad en zicht op de baai van Rio. Een verslag van onze correspondent ter plaatse, maar u moet aandachtig luisteren, want de telefoonverbinding is jammer genoeg vrij slecht. Het losgeld dat voor Paul van den Boeijans aan de bende van Hamers is betaald, bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in Uruguay. Deze stelling kan nu wel gemaakt worden nadat de Braziliaanse federale politie verscheidene bankdocumenten en uittreksels van rekeningen gevonden heeft in de luxe woning waarin Hamers buiten Rio de Janeiro woonde. Na de vondst heeft Hamers aan de politie toegegeven dat hij over verscheidene bankrekeningen beschikt in het naburige Uruguay, land dat wel eens het Zwitserland van Zuid-Amerika wordt genoemd, wegens zijn gelijkaardige banktraditie. Tot nu toe kon worden vastgesteld dat Hamers twee lopende rekeningen heeft in Montevideo. Eén bij het plaatselijke filiaal van de Banco do Brasil met een saldo van $100.000 en een andere bij de Citibank waar hij $127.000 heeft opstaan. Het was vooral zijn vrouw Denise Tiak die geregeld als koerier naar Uruguay
De Belgische justitie heeft al om de uitlevering van Hamers en zijn medeplichtigen verzocht. Het Belgisch-Braziliaans uitleveringsverdrag zit stevig in elkaar. Maar uitleveringen met Zuid-Amerikaanse landen gaan niet altijd volgens het boekje. Wat vereist is, is gezien de betrokken persoon ook een voorlopig of een aanhouding is, aangehouden is, dat men binnen de 60 dagen de documenten moet overmaken. Zoals bij ons, ik gesproken heb van de 3 weken of de 3 maanden, moet men in Brazilië binnen de 60 dagen aan de betrokken persoon de documenten overmaken. Welke documenten? Het bevel tot aanhouding. En daarin moet zeer uitvoerig en zeer duidelijk omschreven zijn de feiten waarvan men de betrokkenen verdenkt, de reeds aanwijzingen van schuld die eventueel reeds zouden voorhanden zijn, evenals de duidelijke bepaling van de wetsartikelen waarmee de betrokken feiten dus strafbaar gesteld zijn. Zoals de meeste landen levert Brazilië geen eigen onderdanen uit. De Britse treinrover Ronald Biggs wist dat en huurde een Braziliaanse om haar nationaliteit te verkrijgen. David Hildesheim, die in 1976 naar Brazilië vluchtte na de ontvoering van Johanna Berbers uit Sint-Pieters-Woluwe, greep die kans niet en werd aan ons land uitgeleverd. De vraag is nu of het uitleveringsverdrag aan Hamers en consorten een uitweg biedt. In het artikel 9, als ik het goed voor heb, dat zelfs indien de uitlevering toegestaan wordt, dat ze kan verdaagd worden omwille van ziekte. Maar toch blijft Zuid-Amerika het geliefde vluchtoord voor heel wat zware jongens. Waarom? Ik denk dat het meer is het politiek klimaat die ze waarschijnlijk zal aantrekken, waar men hoopt dat de verdragsregels wellicht niet zo rigoureus zullen toegepast worden. Tot zover de zaak Hamers beter.